Breda nu. Je weet het meteen. Kom je daarbij om te gaan schermen? Nou ja, mij persoonlijk, ik heb schermen voor het eerst gezien op televisie toen ik een heel klein jongetje was. Ja, ik ook. Ja. En ik vond het heel fascinerend. Die mensen in de witte pakken met die maskers, je zag geen gezicht. Nee. Dus geen emotie of geen intentie. Ze zaten aan een touwtje vast, ze hadden wapens, het waren net robots. Ik vond het heel intrigerend en heel fascinerend. En op een gegeven moment ben ik me daarvoor gaan interesseren. En toen ben ik bij deze vereniging gaan kijken, meer dan 30 jaar geleden. En het heeft me gegrepen en ik doe het nog steeds. Pallas, betekent dat nog iets specifieks? Pallas, de Pallas Athene, dat is een godin. Maar Pallas is ook een ruiterssabel. Van Pallas, dus hoeveel leden hebben jullie? Wij hebben, dat wisselt nogal, maar we hebben ongeveer 50, tussen de 50 en 60 leden. Dat vind ik best veel voor een voor mij relatief onbekende sport. Ja, nou er zijn ongeveer nu 3000 geregistreerde schermers in Nederland. Verdeeld over ongeveer 70 verenigingen. Dus er zijn verenigingen met over de 100 schermers. Hè. Bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Schermkring Friesland. Maar er zijn ook verenigingen met minder schermers natuurlijk. Ik moet eigenlijk mezelf corrigeren, want ik zeg een voor mij relatief onbekende sport. Maar het komt ook, ik geloof, als Olympische sport. Of? Dus dat is een behoorlijk niveau. Ja, afgelopen Olympische Spelen was weer Bas Verwijlen genomineerd op de degen, het steekwapen. Heeft het helaas weer niet gehaald, net als de vorige keer in Londen. Maar het geeft wel enigszins bekendheid. Ja, dus, want in hoeveel landen ter wereld wordt dit eigenlijk beoefend? In Europa heel veel. De schermlanden in Europa zijn voornamelijk Frankrijk, Italië, Duitsland. Is toch een beetje vanuit de middeleeuwen hier denk ik gekomen? Hè? Ja, meer vanuit de musketiers, vanuit de rapier is de degen ontwikkeld. En het is van oorsprong altijd al een Olympische sport geweest. Vanaf de allereerste moderne Olympische Spelen. Maar dat komt misschien ook wel omdat Baron Le Coubertin ook zelf een schermer was. Ik zie hier allemaal hele jonge mensen trainen. Is dit nou een uiting van agressie? Of is het juist voor heel beheerste mensen die een techniek tot uiting willen brengen? Nou, het is wel het laatste wat u zegt. Het is echt beheerst. Het is natuurlijk een vechtsport met een wapen. Ja. Dus je hebt veel discipline nodig, je hebt beheersing nodig. Dan kun je niet zomaar op elkaar los gaan rammen. En het is vrij technische sport. Dus het zijn wel meestal mensen die toch wel het geduld hebben om de sport onder de knie te krijgen. Kun jij heel in het kort uitleggen wat je moet doen als je nou tegenover een tegenstander staat? Ja, als dat kan in het kort. Nou, het ligt natuurlijk aan welk wapen. De floret bijvoorbeeld, steekwapen, maar het is een zogenaamd conventiewapen. Dat wil zeggen, je moet je arm strekken om het recht van de aanval te krijgen. De scheidsrechter kijkt ernaar. Heb je het recht, dan mag je dus punt scoren. De tegenstander wil natuurlijk niet geraakt worden, want de intentie van het schermen is raken zonder zelf geraakt te worden. En die zal dus die aanval afweren. Ja. Heeft hij de aanval goed afgeweerd, dan heeft hij het recht van de tegenaanval overgenomen. En dan mag hij weer aanvallen. Daarop mag de eerste aanvaller natuurlijk weer weren, enzovoorts, enzovoorts. Dus het is niet zomaar van steken en doe maar. Nee, het zijn spelregels die dus de veiligheid ook waarborgen. En je moet heel erg snel zijn. Ja, het is een reactiesport. Het is een concentratiesport. Ze noemen het ook wel eens een combinatie van schaken en marathon. Precies, ja, want je moet energiek, maar je moet ook vooral vooruitdenken, zie ik. Juist, je moet van zetten vooruitdenken. Eigen zetten, maar ook zetten van de tegenstander. Wat is nou het leuke aan sport ten opzichte van andere sporten? Kun je dat vertalen? Het leuke is dat het intensief is. Dus je kunt je agressie, tussen aanhalingstekens, kun je kwijt.
Het zijn mensen die, die respect hebben voor de tegenstander. De tegenstander heeft ook respect voor jou, want je groet van tevoren. Je groet af na afloop en je geeft elkaar de hand. Kunnen de mensen zich aanmelden? Hoe kunnen ze zich aanmelden bij jullie? Komen ze dan bij jou terecht? Nou, ze kunnen naar de website van Pallas en daar staan alle gegevens. Ze kunnen ook op vrijdagavond de jeugd vanaf 7 tot 8 en de senioren vanaf 8 tot 10 kunnen vrijblijvend komen kijken. Een van de bestuursleden of een van de trainers aanspreken en dan krijgen ze vanzelf alle informatie. Krijg je dan dezelfde avond al een pakje aan en een wapen? Ja. Een van de jongetjes die is voor het eerst komt eigenlijk kijken, maar we hebben hem gelijk een pak aangetrokken en gelijk meedoen. Zo ben ik ook begonnen. Nou, jullie trainen in Sporthal de Scharen in Breda, die kent iedereen. Maar nou heb ik hier hele lange vlakjes gezien, gele vlakken. Kun je uitleggen hoe het werkt als twee mensen daarin gaan staan en tegen elkaar moeten schermen? Dat vlakje dat noemen we een loper. Een wedstrijdloper is officieel 14 meter lang, ongeveer 2 meter breed, verdeeld in vlakken. En ze mogen daar eigenlijk niet buiten komen. Want dan hebben ze gelijk een strafpunt of een... Nou, als ze met twee voeten over de achterlijn komen, dan krijgen ze inderdaad een straftreffer tegen. Dan krijgt de tegenstander een punt. Komen ze met één of twee voeten naast de loper, dan telt hun treffer niet. Hè. Die zij zelf gegeven hebben, telt niet, maar die ze ontvangen hebben, telt wel. Plus dat ze een meter achteruit moeten van de scheidsrechter. Dus komen ze daardoor met twee voeten over de achterlijn, ja, dan is het ook een... En het zijn allemaal verschillende vakjes. Is het zo dat je gaat in het midden proberen, begin je de wedstrijd? Nee. In het midden is de middenlijn. Dus dan heb je nog 7 meter aan iedere kant. 2 meter van de middenlijn aan iedere kant is de stellinglijn. Daar begin je. Ja, dus je begint 4 meter van elkaar. En dan heb je nog 5 meter... Tot de achterlijn. Is er nou wel eens een gelijk spel of zo, of kan dat niet met deze sport? Nee. Het is altijd doorgaan tot er een winnaar is. Hè? Tot hoever gaat de telling? Normaal gesproken de voorrondes tot 5 treffers. Bij de kinderen tot 4 treffers. Een echte finale gaat tot 15 treffers. En dan is dat verdeeld in 3x3 minuten, met 1 minuut, 3 minuten zuivere speeltijd. Hè? Dus als de scheidsrechter halt roept, wordt ook de tijd stopgezet. Want het is heel vermoeiend. Ja. En dan is het dan steeds een minuut pauze. Dus 3 minuten, een minuut pauze, 3 minuten, tot 15 treffers. Dus valt er binnen die tijd al 15 treffers bij een van de schermers, dan is het al gedeeld. Wat is dat wat jij aan hebt? Dit is een leraar plastron, zoals dat heet. En dit is vrij dik, want wij laten ons treffen. He, wij treffen de leerling niet. Nee, de leerling moet ons treffen. He, en dan op de juiste plaatsen. Dus vandaar dat we een dik pak aan hebben. Ruud, wat zijn dit? 4 wapens? 4 wapens. Eigenlijk zijn het 3 wapens. Want we kennen bij het moderne schermen 3 wapens. Allereerst de floret. De floret is een steekwapen. Daar mag alleen mee gestoken worden. En het geldig trefvlak bij de floret is de romp van het lichaam. Dus niet het hoofd, niet de armen, niet de benen. Wedstrijdschermers hebben een apart vest over hun gewone pak aan. En dat geeft het geldig trefvlak aan. Ja. Is dat ook het lichtste wapen van de 3? Het is 500 gram zwaar. De druk die gegeven moet worden om het puntje in te drukken is ook 500 gram. Ja. Goed. Dan... Ik zal hem wel vasthouden. Dit is ook een floret, maar die heeft een andere greep, zoals we dat noemen. En dat ligt wat vaster in de hand. Kan je dat laten zien aan de camera, die andere greep? Oh ja. Dus je houdt je echt als een pistool vast, dus vandaar de naam pistoolgreep. Steekwapen. Neem ik die ook in van je? Oké, daarnaast kennen we de degen. Ja. De degen is ook een steekwapen. Is iets zwaarder, 750 gram. Hè, ten opzichte van de floret was 500 gram. Ja. Dus de druk die het puntje moet geven is ook 750 gram. Maar dat is best zwaar, 750 gram in je hand de hele tijd. Op de duur wel, ja. Als je het zo vastpakt, denk je van, nou, dat gaat wel. Maar als je een tijdje zo met bijna gestrekte arm tegenover de tegenstander staat, dan kan dat best zwaar worden. Dus je hebt echt een krachtoefening nodig voor je armen. Floret hou je zo, degen hou je zo. Want de degen... Steekwapen, het hele lichaam is trefvlak. Dus je mag alles raken van de tegenstander. Oh, dus je moet super opletten. Ja, zeker. Het lijkt eenvoudig, maar voor de tegenstander is het natuurlijk ook eenvoudig. Dus dat maakt het weer moeilijk. Die laatste die je in je handen hebt, die zien we vaak op tv, bij films. Dat
vind ik. Dat is de sabel. De sabel is ook weer een steekwapen, maar ook een houwapen. Ik heb misschien de houwdegen. Ja, nou, de sabel is een houwapen. Dus je mag een hou geven. Dat wil zeggen, is arm strekken, knijpen in het wapen. En dan met dit gedeelte van de kling, die noemen we de kling. Dus dit gedeelte mag je de tegenstander raken. Dit gedeelte weer je de tegenstanders aanvallen af. Waarom is bij dit wapen, de sabel, waarom is hier een groter beschermvlak voor de hand? Of is dat toeval? Nou, dit is misschien niet toeval, want de sabel is van oorsprong de huzarenwapen, dus de soldaten te paard. Die gebruikten de sabel, houwapen, dus mag geslagen worden. Het geldig trefvlak is ook het bovenlichaam van het lichaam, dus niet de benen. Want je wilde natuurlijk de huzaar wilde je uitschakelen, maar niet het paard. Het paard was oorlogsbuit. Dus vandaar het bovenlichaam trefvlak. En waarom die kom? Omdat je dan de tegenaanvallen kunt afweren. Als iemand aanvalt, dan blijft hij in die kom hangen, als het ware, zeg maar. Training is belangrijk voor Roestel. Vanuit de meting gaat op de pond. Mag de pond niet over de pols komen. Niet over de elbow. Stop je? Je kan? Rechts zit er. Goed, naar beneden.
bent de oprichter van de rugby in Breda? Onder andere. Ik heb, wanneer is het, samen met nog iemand, 40 jaar geleden hebben we deze club opgericht. 1975 zijn we hier begonnen. Ja. Ook op dit veld was toen helemaal leeg. We hadden toen 3 velden. Komen de ploegje mannen? Ja, we waren met 5 man. Zo zijn we begonnen. En van lieverlee zijn we uitgegroeid naar wat we nu zijn met meer dan 400 leden. 400 leden? Ja, het gaat. Wat dachten jullie? We gaan gewoon een rugbyclub beginnen. Nou ja, ik had van tevoren al gerugbyd en... ik denk, waarom hebben wij in Breda nog geen rugbyclub? Daar wonen zoveel mensen en ik ga dat toch eens proberen. Ja. Nou, en daar ben ik mee begonnen en dit is het eindresultaat, tenminste tot nog toe. Ik denk dat we nog wel verder gaan groeien, hoor. En wat is nou het geheim om, ook al is het 40 jaar, van 5 man naar 400 man te groeien? Hoe doe je zoiets? Nou, op de eerste plaats, Bredaanse rugbyclub, dat is een echte vriendenclub. De mensen die gaan zo goed met elkaar en om. We hebben nooit geen ruzies. Hoe moet ik het zeggen? Het is een hele fijne vereniging, is het. Ja. Ook voor de kinderen. Ik zie veel enthousiasme, echt. Ja, dat is het. Ja, kijk maar om je heen. Straks, tenminste, dat zal je wel een keer gaan filmen nog. Ja, ja. Nou, dan zie je ook hoe de mensen met elkaar omgaan. Het is gewoon een topsport hier in Breda. Ja. Waar gaat het naartoe in de toekomst met deze rugbyclub? Nou... Wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk met eigen mensen de top te bereiken. En de top is ereklasse, maar dat zal nog wel een aantal jaartjes duren, denk ik. Als je ziet hoe dat wij begonnen waren. We waren allemaal 3, 4, 25 jaar, nooit gerugbyd. Maar als je dat nu ziet, er zijn kinderen vanaf 4, 5 jaar die bij ons komen rugbyen. Maar die nou 18 jaar zijn, dus zeg maar die al 13, 14, 15 jaar rugby spelen. Ja, dat is een hele andere kwaliteit als toen wij hier begonnen natuurlijk. Maar dat is onze toekomst. Dat is de toekomst. Ja. In het kort, wat is nou het leuke aan rugby ten opzichte van voetbal? Ja, ik moet eerlijk zeggen, je kan dat niet eens vergelijken. Alleen denk ik, de sportiviteit en het respect voor elkaar. Ook naar een scheidsrechter. Scheidsrechter is heilig bij rugby. Daar praat je niet tegen. Je ziet dat wel eens bij voetbal, hè, dat ze dan een scheidsrechter benaderen. Nou, dat zal je bij rugby zal je daar niet mee maken, absoluut niet. Ik ben Teun. 5 minuten. Wat is nou het leuke aan rugby? Het leuke aan rugby vind ik de intensiteit van het spel. Dus het is wat je in andere teamsporten wel ziet, is dat je kan temporiseren. Dus je kan de bal rondspelen. Dat kan bij rugby niet. Je gaat vooruit en je kan niet achteruit. Dus je kan alleen maar voluit vooruit. Maar ik zie ze vaak op tv, zie ik ze vaak stilstaan. Ja, er zijn bepaalde spelsituaties die kleine overtredingen zijn. Zo mag je bijvoorbeeld de bal niet naar voren laten vallen. Als dat gebeurt, dan krijg je een bepaalde spelsituatie waarin het spel even wordt stilgezet. En dan komt er een restart, dus een herstart, door middel van een scrum heet dat. 8 man tegen 8 man duwen. Wie dat wint, die heeft de bal weer in het spel en die gaat vervolgens verder. Dus er zijn wel situaties dat je even rust hebt, maar daarna is het gewoon weer vol aan vooruit. Hoe zijn de spelregels bij rugby? Nou, de belangrijkste is eigenlijk deze. Ja. Dit is de buitenspellijn. Dus de bal op het veld bepaalt de buitenspellijn. Okay. Dat betekent dus dat niemand voor de bal staat. En dat je dus ook niemand de bal naar voren kan gooien. Je moet altijd naar achter gooien. Dus mensen moeten altijd uit de diepte komen. Dus je moet eigenlijk met je team de bal naar de overkant brengen. Maar hoe kom je ooit voorbij die lijn dan? Ja, dan moet je dus op je tegenstander inbeuken en proberen die te passeren of aan de kant te duwen of te gooien. En op een gegeven moment kom je op die lijn, dan heb je een punt? Als je over de lijn duikt, heb je 5 punten. Ja. En afhankelijk van de positie waar je bent, mag je nog een kick on goal, dus een trap op het doel, proberen. Als je die raakt, dan heb je nog 2 extra punten. Dus je kan maximaal met 7-0 voorkomen als je 1 keer hebt gescoord. Afhankelijk van de positie, hoe werkt dat precies? Nou, als je bijvoorbeeld in de corner scoort, dan moet je vanuit die hoek tussen de palen zien te schieten. Mm-hmm. Scoor je recht onder de palen, dan mag je recht voor het doel en dan is je hoek beter. Dus dan heb je meer kans op die 2 punten. En er was nog een andere term die ik niet heel goed begreep en dat was iets met de lining of line. De line-out, dat is bij voetbal de ingooi. Nou, dan gaan we hier iets anders. Dus 1 man die gooit in, dat noemen ze de hoeker. In de scrum de bal naar achter hoekt met zijn been.
Die gooit de bal in en wat je dan probeert is middels een code of middels een truc de tegenstander het bos in te sturen, zodat jij de bal wel vangt en zij niet. Nou komt het wel eens voor dat ze jouw codes of trucs doorhebben, ja, en dan heb je een probleem. Want als zij dan de bal uitschieten, zouden wij mogen ingooien, maar winnen zij hem iedere keer terug. Dus daar trainen we heel veel op dat soort trucs. Ja, oké. Ik heb me altijd verbaasd over die rare vorm van die bal. Waarom is dat? Ja, dat is zodat je de bal beter vast kan houden. Dat is eigenlijk de enige reden. Je draagt meestal de bal of zo of in twee handen. Ja. Als je dan een ronde bal hebt, dan heb je gewoon minder grip. Bovendien heeft hij zo'n vorm dat je er heel stabiel mee kan gooien. Dus je kan hem een spin meegeven. En dan kan je er heel ver mee gooien ook. En met een ronde bal, die gaat zwabberen. Deze kun je gewoon heel recht bij iemand in de handen zien te krijgen. Is rugby nou voor energieke mensen of voor agressieve mensen? Nou, het lijkt me zo'n harde sport. Ja, het grote verschil is dat je erop rekent, zeg maar. Op het moment dat je de bal draagt, de baldrager bent, dan weet je dat je getackled kan worden en dat men de bal van je probeert af te pakken. Ja. Heb je die niet, ja, dan kan je dat proberen bij een ander of je kan zorgen dat je vrij staat. Ja. En agressie is wel handig dat je die bij jezelf kan opwekken. Want als je de bal hebt en je loopt als een watje in, ja, dan ben je hem kwijt. Hoe een rugbyteam bestaat uit hoeveel mensen? Een selectie bestaat bij ons uit 25 man. Daarvan staan er 22 op het wedstrijdformulier en daar staan er 15 in het veld. Dus je hebt in principe 7 wissels. En die mag je tijdens de wedstrijd wisselen. Hoe lang duurt een wedstrijd? 2x40 zuivere speeltijd. Vereist rugby nou veel fysiek of ook veel tactiek? Het vereist veel fysiek en dat is ook moeilijk te trainen, want je moet het 80 minuten volhouden. Maar je moet ook heel snel zijn, je moet heel sterk zijn, maar ook heel veel kunnen herhalen. Dus je kan natuurlijk één keer iemand optillen. Als je dan daarna half dood neervalt, dan ja. Dan heb je nog 70 minuten. Precies, dan heb je nog 7 wissels. Oké. Ja, ja, maar tactisch is eigenlijk het belangrijkste. Op het moment dat je de tegenstander weet uit te spelen, ja, dan heb je ook niet zoveel contact nodig. En dan kun je er gewoon langs zien te komen. Dus er worden ook allerlei trucs ingestudeerd om dat voor elkaar te krijgen. Oké. Het viel mij op dat ik denk, nou, rugby is een hele ruige mannensport, maar ik heb ook dames gezien. Ja, het is ook een hele ruige damesport. Wij zeggen altijd, heb je behoefte aan contact, kom rugby. Ja. Het lijkt mij moeilijk als man, zo is ons dat altijd geleerd, van je moet voorzichtig zijn met een vrouw. Dus hoe doe je dat in het veld? Nou, we hebben één meisje die ik nu als voorbeeld in mijn hoofd heb. Ja. Die doet ook niet voorzichtig met die jongens. Dus daar, dat verschil is heel snel weg. Ja. En meestal noemen ze bij andere teams dat meisje. Ze weten natuurlijk haar naam niet, dus dat meisje van Breda. Oh. Dus daar zijn ze dan vaak nogal bang voor. Leuke anekdote. Hey, jullie hebben ook hele leuke namen voor de, laten we zeggen, voor de leerlingen als ze beginnen. Ik hoor de turfjes. Ja, we hebben geen, hoe heet dat bij voetbal, geen F'jes tot en met A'tjes. We hebben turven, dat zijn de allerkleinste, 5, 6, 7. Dan hebben we de Benjamins, de Minis, de Cubs en daarboven zitten de Colts. Dat is onder 19, dat zijn 3 jaargangen. Omdat die groep vaak wat kleiner is nog. En als je nou bij een rugbyteam zit, kan je dan bijvoorbeeld 20 jaar lang in hetzelfde team blijven zitten? Dat kan. En speel je dan met jongens vanaf 20 tot en met mannen van 55? Nou, wat je nu ziet, ik ben zelf 46 en ik speel met jongens van 19. Dus dat is de range ongeveer in de teams. En in ons derde team staan zelfs mensen van 55 met beginners gecombineerd. Is het dan net zoals met andere sporten zo dat men op de routiniers zich oriënteert en dat de jongeren zich daaraan ophangen en zich laten sturen? Ja, het zou zo moeten zijn dat de routiniers dan de lijnen uitzetten en de jonge mannen de gaten dichtlopen. Ja. Alleen in sommige gevallen is het nog wel eens andersom. Is het zo dat je bij de rugbyclub Breda, als er een paar hele goeie zijn, dat er, net zoals bij andere sporten, dat men zegt van, hé, dat is een goeie, die wil ik bij onze club hebben, dat er scouts komen, lopen en zo, of is dat? Dat is wel gebeurd in het verleden, dat clubs spelers bij elkaar proberen weg te halen, maar wij hebben als beleid dat we het niet actief hebben bij andere clubs. Okay. Als mensen dit zien en die willen dan graag bij jullie club meetrainen of kijken, kan dat? Dat kan. Je kan gewoon langskomen. Dan krijg je boven een bitje. Eerste bitje is gratis. Alles wat je verder verliest moet je betalen. Bitje is overigens ook de enige bescherming die je hebt. En vervolgens mag je 6 weken gratis meedoen. En daarna moet je lid worden. Als je sportief wil zijn, je wil wat diverse sporten aan combineren. Dat is eigenlijk een soort vechtsport, krachtsport, hardlopen, balvaardigheid. Ja. Ja, dan is het de ideale combinatie. En het is gewoon een hele gezellige club. Wat is het mailadres als mensen informatie willen inwinnen? We hebben een site. Ja.
www.bredaanserugbyclub.nl en daar staan alle contactgegevens verderop. Wat bezielt een meisje om te gaan rugbyen? Ja, het is, voor mij is het meer dan rugby. Het is voor mij kameraadschap, het is een familie. Het is meer dan een sport voor mij. Ik kan mijn ei kwijt. Als ik een drukke week heb gehad, ga ik lekker rugbyen en dan kan ik al helemaal ontspannen. Dus het is, dat is voor mij rugby. Wat je opnoemt kun je ook bij alle andere clubs vinden. En dit is juist zo fysiek. En dus daarom ben ik misschien bevoordeeld van oeh, dat lijkt me best zwaar voor een dame. Dat is inderdaad ook heel zwaar, maar ik denk dat het vooral laat zien dat vrouwen ook gewoon sterk zijn en dat wij niet onder hoeven te doen onder de mannen. En ik denk dat het voor alle dames heel goed is voor het zelfvertrouwen. Dat ze zien van nee, ik kan ook gewoon lekker beuken, ik kan ook lekker tackelen, ik ben niet minder. Dus ik, ja, nee, het is ook geschikt voor mij. En dat is... Als meisjes jou dan zien, die denken, hé, zijn rugbyer, dat lijkt me leuk. Hoe komen ze dan terecht in jouw team, bij wijze van spreken? Ze kunnen gewoon een keertje meekomen trainen. We trainen op dinsdag en vrijdag van 8 tot 10. Ja. En iedereen is welkom. Neem lekker voetbalschoenen mee of een korte broek, shirtje en kom lekker meedoen. Als u dus zelf een vereniging heeft waarvan u zegt van hé, hey, ja, eigenlijk is onze sport niet zo bekend, maar we willen toch wel graag een keer voor het voetlicht komen bij Breda Nu. Ik zou zeggen, meld u dan even aan. En dat kan op het onderstaande mailadres. Dit was Breda Sport. Tot volgende keer. Breda Nu. Je weet het meteen.